Ja, inderdaad. Dat is niet echt het handige. Maar het is natuurlijk wel spijtig dat je dan net dat feestje mist. Ja, Maar dat heb ik gemist, ja. En ja. als ik dan achteraf het debiet gehoord heb, de kamer had de duivel laten aandrukken, dan vind ik het jammer dat er nog een paar flessen op Yes, aangehoord gebleven zijn. dat was met José de Kouwer nog als bondscoach, denk ik. Hè. Ja, ja. Zijn laatste opdracht. Ja, inderdaad. Is José uw de langste geweest, sowieso, denk ik? Ja. Maar ook degene waarmee het zeg maar de beste klikt om dat soort dingen van te doen. Van middag aan. Ja. Van op dag 1. Ja. Ja. Het mooiste gevoel was in 2000, de tour. Dat was eigenlijk onze maiden tour. Daar voelde je dat meteen. Dat enthousiasme. Dat inspelen op wat ik zei. De humor brengen naast de ernst die in mijn zinnen toen zeker verankerd was. Ondertussen is dat ook geëvolueerd. En het steeds losser worden in de omgang met elkaar op antenne. Mm. Ik kan u ook zeggen dat als we een discussie hebben die neigt naar een vorm van ruzie op antenne, dat is niet gespeeld. Hè? Nee, ja, dat kan ik mij voorstellen. Nee, we zijn maar al zo ver dat we het gewoon dat we het laten vloeien. Mm, ja, ik ging net zeggen, als we elkaar heel comfortabel bij elkaar zitten, dan kunt u dat ook gewoon op een... De laatste die ik me herinner, dat was een vlucht in de etappe in de Vuelta van vorig jaar, waarin Gilbert uiteindelijk winnaar was. Ja. Waarin we toch een uur bezig geweest zijn van, wat zijn die argumenten om te zeggen dat die vlucht met vooral mannen van de koning Quickstep vooraan, dat hij het wel gaat halen? En waarom gaat hij het niet halen? En ik was de verdediger van, die mannen gaan straks voor de zege sprinten. En José van Nee, ze gaan eraan. Dan kunt u wel een tijdje nog discussiëren. En ik dreigde het onderspit te delen. En ik dacht, dat gaat hier toch niet zijn. Dat gaat me eigenlijk niet om het grote gelijk, want dat bestaat niet. Maar om het genot van de discussie. En José, die weet dat. Ja, Dan zijn er wel eens momenten waarop we het vingertop handpalmgebaar maken. Hè, van, oh, stop. En wat gebeurt er dan? Dan blijft het even stil in de eten. Ja, verandering van thema. Ja, dan moet je het inderdaad wel kunnen. Maar je moet blijven babbelen, natuurlijk. Ja. Dus, het is ook stil in de auto, hè? Ja, we praten al heel de tijd tegen elkaar, dus ja, inderdaad. Ik kan het me wel voorstellen dat je niet zo heel veel meer tegen elkaar zegt. Hè. We hebben ook een vaste setting in de auto. Sven Nys rijdt. Ja, Sven is er heel vaak bij, ja. Sven is dan assistent bij de radio, dus dat van de Goor, die achteraan in een auto niet gedijt. Vanwege neiging tot alles volkotsen. Die zit dan rechts vooraan en die houdt ook mee het wegdek in het oog. Dat helpt hem. En dat belet Sven ook om een foute weg te kiezen. Ik zit rechts achteraan en ik bereid me voor. De Kouwer zit links achteraan. En die houdt een gesprekje gaande met zijn twee mannen vooraan. Ja. En soms steek ik daar wel eens van op. Want daar ontstaat dan ook wel eens een, geen twistgesprek, maar gewoon een discussie over bepaalde aspecten die ze die dag anders bekeken hebben. Mm-hmm. En daar stiekem noteer ik daar dan wel eens wat van. Ja, is dat nog altijd? Hij ziet het zo, ik zie het anders. En de Kouwer weet er ondertussen wel wel van, wat vertekken, hij is weer bezig, maar ik krijg wel op met een boterham. Vroeger speelden we ook, José, speelden we ook televisie, zo'n drie kwartier voor we op antenne gingen. Ik pikte er een thema uit en ik lanceerde dat onder ons tentje waar we zaten. En dan ging je daarop in. En dan deden we alsof we aan het uitzenden waren. Dat doen we nu niet meer. Ja, José ja, las ook vroeger uitgebreid mijn voorbereiding, nam niet door. Ik heb er helemaal geen moeite mee. Het kan alleen maar wisselwerking bevoordelen. En dat doen we nu niet meer. Maar wat hij dus wel doet, ik heb de gewoonte om dat je weet hoe lang het gaat duren voordat je weer kunt, om in extremis nog aan te plassen. Zelfs in het bestek van de laatste 3 minuten voor de uitzending. En dan pakt José mijn voorbereiding vast. Dan gaat hij er een keer naar kijken. Coureurs trekken zich altijd uit de slag. Zet ze in hoogste nood. Ja. Ze komen er wel uit. Ja, inderdaad. Ja. Wie heb je de mooiste herinnering doorheen al die jaren aan de commentator zijn en rond het wielrennen te zijn? Er zijn zoveel mooie figuren gepasseerd. Overduidelijk aan José. Ja. Ja. José is ook diegene die mij niet alleen het dichtst benadert, maar ook die mij ruimschoots overtreft bij het gelach 's avonds.
Ja, dat kan ik me heel voorstellen. Als ik een paar keer meemaak. Die drie glazen die gaan er wel in, dan is dat bij José 5 à 6. Niet elke avond, hè? Nee, gelukkig niet. Maar als het wat ontspannen kan, als de opdracht bijvoorbeeld zanderdaags gevoelig lichter is, dan doen we dat wel eens. En dat is ook de enige vorm van ontspanning die je hebt, hè?